Hey hallo, leuk dat je kijkt. Zoals je weet is het altijd chaos bij ons in huis en de waas stapelt zich op. Maar daarom heb ik wat tips voor jullie, want ik heb inmiddels heel wat geleerd, om het wassen heel wat soepeler te maken. Dit bedoel ik dus. Laten we er wat mee gaan doen. Voorheen sorteerde ik altijd heel netjes wit van kleur. De afgelopen jaren gooi ik gewoon alles zo hup bij elkaar in de wasmachine. En niemand heeft nog ooit met verkeerd gekleurde kleren hier rondgelopen. Ik denk dat het ook komt omdat ik heel koud was, op een van de laagste standen. En dat is ook nog heel goed voor het milieu. Ik hou van lekkere geurtjes in huis, dus ook door mijn was. Ik gebruik het liefste overal wasverzachter doorheen met een lekkere parfumgeur. Maar voor mijn dochtertje gebruik ik wasverzachter zonder parfum en zonder kleurstof, omdat het best wel irritaties kan leveren aan de huid. Ik gooi alle handdoeken en theedoeken allemaal bij elkaar in de wasmachine. Zo, maar dan zorg ik er wel voor dat ik dat op een hele hoge temperatuur doe. Dus ik zet hem meestal op 60 graden. Of soms 90 als ik alleen vaatdoekjes heb. Want hoe hoger, hoe meer bacteriën eruit zijn. En dat is wel het veiligste, ook voor je kind. En om nog sneller de was te doen, zijn er wasmachines met een mini was erbij. Een lade waarin je dus nog een extra wasje kan doen. Met ander wasmiddel, op een andere temperatuur. Ik gooi er heel graag de babywas in. En bijvoorbeeld al die babyshokjes, die raak ik dan ook niet kwijt. Ik doe de was altijd binnenstebuiten wassen. Zo blijven de keertjes heel veel mooier en blijven de kleuren ook beter. En om nog sneller de was te doen, schakel hulp in. Zo, de was draait. Nu heb ik even rust. Tijd om te vloggen. Hey, en Sarah, ik heb nu ook... Ja, en nu heb ik ook tijd om boekjes te lezen. Kom maar op de bank zitten. Dankjewel.